Ja, Christophe van der Goor daar in Aleur. De plechtigheid is nog niet zo lang afgelopen. Waarom heeft het zo lang geduurd? Wel, omdat de plechtigheid begon ongeveer om 21:15 en die heeft geduurd tot 12:30, dus meer dan 2 uur lang. En dat komt vooral, Stefan, omdat de vele toeschouwers, zeg maar, de supporters, ex-supporters ook van François Cerquelet, een 2000-tal, die zijn aan het einde van de viering allemaal persoonlijk naar binnen gemogen om nog een persoonlijke groet uit te brengen aan François Cerquelet. Ja, 2000 mensen, dat heeft dus wel een tijdje in beslag genomen, hè. Ja, zaterdag was er een laatste eerbetoon op alle eerste klasse voetbalvelden. Dat was heel indrukwekkend. Was het vandaag vergelijkbaar? Ja, eigenlijk verschillende sferen. Vanmorgen vroeg al om 9:00 was hier nog maar 1000-tal mensen, schat ik. Heel stil, bijna oorverdovend stil. Toen de lijkwagen aankwam met het stoffelijk overschot van François Cerquelet, zoals we in het stukje konden zien van Inge van Meensel, brak een oorverdovend applaus los. Ook toen enkele spelers van Club Brugge de kist binnendroegen. Dat applaus duurde maar liefst 5, 6, 7 minuten aan een stuk. Dat was een heel indrukwekkend moment. Tijdens de viering dan is enkele keren het voetballied der voetballiederen gespeeld, You Never Walk Alone. Buiten op het pleintje gingen toen tientallen, misschien zelfs honderden sjaals, vooral van Club Brugge en van Germinal Beerschot, de lucht in, de hoogte in. Ook dat was een indrukwekkend moment. En aan het einde van de viering, toen de kist werd naar buiten gedragen, opnieuw een oorverdovend applaus, minutenlang. Ja, het is nu iets na 1:00. Wat gebeurt er zo dadelijk nog? Wel, namiddag wordt het stoffelijk overschot van Cerquelet gecremeerd in Luik, in het crematorium. Namiddag komt men dan terug naar hier, naar Aleur. Daar wordt de urne met de assen bijgezet op het kleine kerkhofje van Aleur. En niet verstrooid, zoals eerst gezegd, maar er bleek nog één plaatsje te zijn om de urne bij te zetten. En dat plaatsje is voor nummer 23, François Cerquelet. Dank u, Christophe.